Hallo iedereen en welkom terug bij een nieuwe educatieve video van alles over crypto. En dit keer, lieve mensen, gaan we het hebben over verslavingen. Want crypto kan nogal veel tijd in beslag nemen als jij niet op kan houden met kijken naar je telefoon. Gijs Ooyen heeft hier een artikel over geschreven. Op de website van Alles Over Crypto. En hier wil ik het even over hebben, want dit is toch wel een heel belangrijk onderwerp. Dus crypto, het kan erg mooi zijn. Veel crypto projecten zijn erg interessant. Er is veel geld mee te verdienen. En bovenal is het de toekomst. Er zijn zoveel problemen in de wereld die door middel van de blockchain verbeterd of opgelost kunnen worden. Echter, er is ook een negatieve kant aan crypto. Verslavingsgevoelens en vooral het streven naar het grote geld kan leiden naar Ernstige verslavingsgevoelens. Sommige mensen worden erg beïnvloed door de wil om net zo te zijn als de gurus beweren te zijn. Ze willen binnen no time in een Lamborghini of een Ferrari rijden, maar dit komt simpelweg maar erg weinig voor. Toch is dit een erg groot probleem, want zo'n verslaving kan veel negatieve zij-effecten met zich meebrengen. Wat is een cryptoverslaving? Hoe herken je het en hoe los je hem op? Dat lees je in dit artikel. Waarom vind ik dit nou zo'n interessant artikel? Een heleboel mensen hebben een soort idee. Dat ik een soort crypto-goeroe ben. En ook al heb ik succes met crypto. Ik wil even benadrukken dat dingen als rijden in een Lamborghini of een Ferrari. Vaak een marketing-tactiek is om je te triggeren. Zodat je in een product komt. En dat je, als je eenmaal in dat product zit. Dat je gewoon de normale hulp kan krijgen die je nodig hebt. Zeg maar. Dus het is vaak een trigger-tactiek. Hier is een YouTuber. Keith Zo. So, en hij heeft ook redelijk wat uh, problemen. En hij legt hier uit dat hij veel meer dingen uitstelt dan eerst. Dus hij heeft een bepaalde planning in zijn leven, daar wil hij zich aan houden. En uh, dat lukt hem gewoon niet, omdat hij deed hij naar die koersen kijkt van zijn portemonnee. En hier staat dan ook: Money is just a tool, it's not the end goal. Dit is zeker waar, hier ben ik het 100% mee eens. Geld is leuk om. Bepaalde doelen mee te bereiken. Het is echt een tool. Het is een soort instrument die jij kan gebruiken om bepaalde dingen in je leven te versterken. Maar als jij een heleboel negatieve dingen in je leven hebt, dan worden die vaak ook versterkt. In mijn ogen is geld vaak een versterker van je persoonlijkheid. Dus als jij geld als een doel voorop gaat stellen, dan zit je in een soort eindeloze grind naar meer en meer en meer en meer. En dat is voor mensen heel ongezond. Want. Als mens moet je een beetje in het moment zijn. En ook met andere verslavingen. Denk aan alcohol bijvoorbeeld. Je gaat van nuchter naar aangeschoten. Of misschien zelfs dronken. En dan ga je weer naar nuchter. En dan denk je, oh, ik ben nu niet compleet. En dan wil je weer naar aangeschoten of, of naar dronken. En dan, dan is het zo'n cirkel. Eh, terwijl als jij niet verslaafd zou zijn, dan ben je gewoon nuchter. En dan heb je al die zorgen niet. En dan kan je gewoon leven. Dus het kan je leven overnemen. Dus een verslaving is iets wat... Uh, je leven eigenlijk in, in de dwang heeft. Dus hier staat ook. Kort gezegd, heb je een cryptoverslaving, wanneer het vele handelen in crypto en denken aan crypto. negatieve zij-effecten heeft op andere zaken in je leven. Dus dat is heel erg de definitie van een verslaving. Als het gewoon je leven in de weg zit. Denk hierbij aan je werk of schoolleven, maar ook je relaties met vrienden en familie. Het is te vergelijken met de gokverslaving voor velen, een cryptoverslaving, omdat een heleboel mensen zonder investeren. Um, zonder zichzelf op te leiden, zonder onderzoek doen dat ze investeren in crypto. Dus dat is vaak niet slim omdat je dan toch aan het gokken bent en dan wordt het ook meer verslaving want je verliest de controle. Dus als je merkt dat je veel last hebt hiervan en stress, zoek dan alsjeblieft hulp daarvoor. Net zoals dat je dat zou doen met een andere verslaving, want het is wel iets waar je rekening mee moet houden. Nu is het natuurlijk voor mij een beetje krom om te zeggen... ...want ik ben heel veel met crypto bezig geweest. En ik heb ook wel redelijk wat succes in mijn leven. Kijk naar deze studio bijvoorbeeld. Um, dit zijn dromen van mij die waar zijn gemaakt. Maar dat betekent niet dat ik ook niet door een periode heen ben gegaan... ...dat ik hier 24-7 mee bezig was. Op een gegeven moment ging ik wel gewoon werken aan mezelf. En die balans uh, terugvinden in mijn leven... ...waardoor ik nu ook veel aan het sporten ben en aan het afvallen. En ik ben veel meer met vrienden en... Dat soort dingen. Maar ik heb ook wel twee, drie jaar gewoon echt keihard zitten knallen. Maar het was geen gokken. Dus dat is een beetje de differentiërende factor hier. Ik, ik zat niet te gokken. Ik zat echt mezelf op te leiden in de wereld van crypto. En ik had ook als doel van: ik wil werken in crypto. Ik wil een influencer zijn in crypto. Dat soort dingen. En daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig. Dus verslavingsgedrag kan wel anders zijn dan echt pure focus. Maar hou jezelf gewoon niet voor de gek. Want. Als we gaan kijken naar de cijfers. Hè? Het is een echt probleem voor 9 van de 1000 mensen. En 7 van de 10 mensen hebben een risico op een verslaving. De beste weergave die we hebben, is dus dat een cryptoverslaving bij ongeveer 0,9% van de mensen een echt probleem wordt. En dit is gebaseerd op gokverslavingen. Dus als jij één van die mensen bent, dat zou best kunnen. En je moet daar gewoon mee oppassen. Dus ik wil dat het goed met je gaat. En hier staat: meer mannen hebben er last van. En het is niet helemaal duidelijk waarom. Het zou kunnen, omdat meer mannen gewoon in crypto zitten. Ik denk wel dat dat het is. Want vrouwen kunnen natuurlijk ook verslaafd raken aan dingen, uiteraard. Alleen het uh, is al wel, wel redelijk bewezen dat er meer mannen in de wereld van crypto en aandelen zitten en dat soort dingen. Omdat we een hogere tolerantie voor risico hebben, zeg maar. Ook komt een cryptoverslaving eerder voor bij mensen die zich de hele dag in een bepaalde omgeving bevinden, die in verband staat met de verslaving. In het geval van crypto is het misschien het beste voorbeeld het daytraden. Wanneer je doet aan daytrading, probeer je in een korte tijd veel geld te verdienen. En dat kan erg verslavend zijn, maar het kan ook erg fout gaan. Yes. Bitcoin addiction. <laughs> ja, dus pas er echt mee op, want als het alleen maar highs en lows is en je zit eigenlijk de hele tijd op zoek naar die volgende dopamine kick. Um, dan kan je ook wel eens al je geld kwijtraken omdat je weer in de volgende scamcoin gaat, of weer ticket of hypes. En, en man, zorg ervoor dat je leven niet naar de, naar de Filistijnen gaat door iets als crypto. Want het moet juist een opbouwend iets zijn in je leven, snap je? Dus hoe ontstaat een crypto verslaving? Het is belangrijk te weten hoe het ontstaat, zodat je er rekening mee kunt houden. Um, een cryptoverslaving kan bijvoorbeeld ontstaan als een gevolg van het ideale beeld dat wordt geschetst. Voornamelijk op social media. Vandaag de dag zijn er ook veel goeroes die het perfecte leven promoten. Nogmaals, ik zit in die wereld en dat is toch vaak een marketingtactiek. Zij zeggen dit bereikt te hebben met bijvoorbeeld crypto, maar ook met een business zoals dropshippen of uh, social media marketing agencies. Lalalala. Dus dat klopt wel. In deze tijd, 2021, wordt uh, digital nomad lifestyles. Dat soort dingen worden enorm. Opgehyped en opgehemeld. Dat is een beetje wat in de jaren, uh, weet je? In de jaren tachtig of zo. Als je een of andere grote rockster was. Dat, dat was dan het leven. En nu is het meer uh, ja, gewoon entrepreneur zijn. Flexibel werken. Overal ter wereld laptopje kunnen hebben. En zo. Lalala. Dus het is heel makkelijk om je daarop te verkopen. Dus ik hou het vaak real op mijn social media. Je ziet ook alle slechte dingen van mij. En ik denk dat dat. Uh, ja, dat doe ik om je toch een beetje hiervan weg te houden. Ik wil niet de indruk wekken dat alles zo perfect is. We zijn allemaal mensen, weet je wel. Hoe komt het dat de verslaving kan ontstaan als gevolg van verlies, in plaats van als gevolg van winst? Het kan beiden. Dus, een andere reden is als je veel verlies staat, omdat je dan wil revenge traden. Dus dat je eigenlijk wraak wil nemen. Dus je raakt verslaafd aan dat winstgevoel. Je wil je geld terug en. Je, maar het kan dan wel eens fout gaan, net zoals met gokken. Omdat je dan 50 euro verliest en dan denk je, oh, ik gooi er nu wel 100 euro in, dan heb ik het zo weer terug. En dan verlies je dat en dan is het, ah, oh, doe 200 en dan is dat weer weg. En dan ben je eigenlijk alles weg op een gegeven moment. En uh, ik heb wel eens iemand ontmoet die had echt, pff, zo, die had gewoon een erfenis er helemaal uh, doorheen gejast. Uh, met margin traden. Dat, uh, oh, dat was een heftig verhaal, joh. Dus uh, ik hoop dat het goed gaat met die persoon als je kijkt. Maar pas op uh, dat je, als je niet de persoon bent, <laughs> dat je ook niet die persoon wordt. Dus hoe kom je erachter of jij een cryptoverslaving hebt? Ja of nee? Deze vragen zouden je kunnen helpen. Denk je een groot deel van de dag aan cryptocurrency? Besteed je een groot deel van je inkomen aan cryptocurrency? Wanneer ja hebt beantwoord op de eerste twee vragen, heb je geprobeerd dit te minderen, maar had je hier moeite mee? Um, wanneer je geld verloren hebt, ga je dan risicovoller handelen om je verlies... Uh, proberen terug te verdienen, heeft die activiteit binnen crypto geleid tot een negatief zij-effect op iets anders in je leven? Dus in mijn geval, dit is overduidelijk ja. Ik heb er alleen nooit echt last van gehad, dus ik heb er geen moeite mee om het te minderen of wat dan ook. En, en weet je, ik kan mijn leven pri prima indelen. Dit doe ik ook niet. Ik ben heel rationeel, dus als ik geld verloren heb, dan denk ik: oké, okay, that's it. En ik ga er niet op inspelen of zo. En dit, negatief side effect op iets anders in je leven. Niet echt. Het was niet echt mijn activiteit binnen crypto. Maar meer gewoon dat ik uh, dingen wil bereiken in het leven. los van het systeem. Dus als uh, creatieveling. Dus als uh, rapper en als streamer en dat soort dingen. Maar als je het doet om de verkeerde redenen. en uh, je hebt er echt heel veel last van. ga er dan eens over nadenken of je misschien verslaafd bent aan crypto. Want ook al zeg je ja op deze dingen. Zoals ik ook zeg, betekent niet gelijk dat je verslaafd bent eraan. Maar ja, he, staat hier ook. Wanneer je één keer ja beantwoordt, hoef, uh, hoef je niet per se een probleem te hebben. Het is heel persoonlijk, weet je wel. Dus uh, wees heel eerlijk tegenover jezelf. Want je wil niet dat crypto eruit gaat zien als dit soort lijntjes. Uh, hou het maar mooi op lijntjes van grafieken. De risico's van een cryptoverslaving. Nou, je kan je dagelijkse bezigheden vergeten. Je bent de hele dag maar met één ding bezig: crypto. Uh, op een gegeven moment ben je al je geld kwijt en dan kom je in de armoede terecht. Kan je rekeningen niet meer betalen. Je gaat geld lenen van familie en vrienden. Je verklaart jezelf failliet. Je wordt uit je eigen huis gezet en dat zorgt weer voor isolement enzovoorts enzovoorts. En dan kan het ook weer leiden tot mentale problemen, stressproblemen. Je gezondheid gaat naar beneden. En de eerste stap bij het oplossen van een probleem is het realiseren dat er een probleem is. Dus kijk jezelf in de spiegel aan en zeg: Jo, gaat echt niet goed met jou, gozer. En. Uh, zoek hulp. Er is geen schaamte in hulp zoeken met dit soort dingen. Dus bij het oplossen van je cryptoverslaving is het erg belangrijk dat je de hoeveelheid die je aan crypto spendeert limiteert. Yes, dus zorg ervoor dat je een bepaald maximum hebt, zodat je daaraan vast zit. Dus hou hieraan vast. Zorg er bijvoorbeeld ook voor dat je eerst je verplichte betalingen, zoals rekeningen en verzekeringen betaalt. Dat doe ik ook altijd. Dat is een hele slimme. Dus investeer altijd met extra geld wat je kan missen. Daarnaast kan het belangrijk zijn dat je de tijd die je aan crypto mag besteden aan jezelf limiteert. Dus accountability. Ik heb een keer gelezen dat als je echt wil dat iets werkt qua actie ondernemen, zoek een accountability partner. Dus misschien je beste vriend of uh, je moeder of je vader of weet ik veel wie. Um, en maak een deal met die persoon en zeg: Hey, weet je wat? Als ik vandaag langer dan één uur bezig ga met crypto, dan krijg je van mij 500 euro of een. Bedrag wat voor jou in ieder geval impact heeft. Dan krijg je een hele crypto portfolio. Als ik twee uur met crypto bezig ga uh, deze dag, dan krijg jij alles van mij. Dus, en hou je daar aan vast en teken misschien zelfs een zwart-op-wit contractje daarvoor. Ook al klinkt dat misschien een beetje gek en overdreven, uh, het gaat helpen om jezelf in de hand te houden. Ja, je wil niet dat je leven een verdrietige bende wordt. En dat wil ik ook niet voor je. Dus, um, ik vind het ook mijn verantwoordelijkheid. Omdat ik veel met crypto bezig ben. En je ziet ook dat dingen redelijk goed met me gaan. Dat dingen steeds beter gaan. Um, ik vind het ook mijn verantwoordelijkheid om te zeggen dat, dat, dat je ook moet leven. Weet je wel? En zet je leven centraal. Want je leeft maar één keer. En zorg ervoor dat iets jou surft. Dus in de zelfhulp heb je van die quotes van: if it doesn't serve you. Get rid of it. En daar ben ik het wel mee eens. Dus als iets jou niet dient, weg ermee. Dus dan mag je ook wel streng zijn, weet je wel. Dus dat staat hier ook: hou je je streng aan. Op deze manier zorg je ervoor dat je minder eraan gaat denken, zodat er in je hoofd weer tijd genoeg is om met andere zaken bezig te zijn. En dit vind ik een mooi zinnetje. Ook met zo weinig tijd is het zeker nog mogelijk om geld te verdienen in crypto. Misschien dat je zelfs wel meer verdient als je er minder naar kijkt. Aangezien hoddelen, vasthouden is vaak heel goed uitgepakt in het verleden. En als jij de hele tijd naar je koers kijkt, dan ga je misschien wel te veel handelen. En ben je ook nog je jaren kwijt, omdat je daar zo verslaafd aan raakt. dat je eigenlijk niks anders meer gaat doen met je leven. En als jij gewoon vast had gehouden en je bent er niet veel mee bezig. en je kijkt twee jaar later ineens van wat de koers is van je portfolio enzovoorts. Dat uh, had dan misschien wel beter uitgepakt. dan die emotionele rollercoaster. Dus wees echt scherp op jezelf. Er is in Nederland nog niet echt een specifieke behandeling. voor cryptoverslaving. Wil je echt professionele hulp? Kan het misschien handig zijn. je te laten behandelen, uh, je te laten behandelen voor gokverslaving. Excuse, omdat er veel overeenkomsten zijn tussen de twee verslavingen. Bijvoorbeeld, het GGZ en het VNN bieden deze behandeling aan. Dus je kan gaan naar ggz.nl. En naar vnn.nl, hier zie je de nummers ook. Ik ga even inzoomen voor je. Je privacy staat op 1, dus kamp je met problemen, kan je altijd bellen. En bij het GGZ, hetzelfde verhaal. Dus hieronder zie je contact, je kan ze altijd een mailtje sturen. En een cryptoverslaving kan dus erg negatief zijn. Het kan veel negatieve zij-effecten met zich meebrengen en je helemaal op het verkeerde pad brengen. Het is soms lastig toe te geven of je te realiseren dat je last hebt van een verslaving. Daarom hopen we je met dit artikel geholpen te hebben. Heb je enigszins het gevoel dat je verslaafd bent aan crypto, dan is het enorm belangrijk dat je hier met iemand over praat en zo nodig hulp zoekt. Probeer het deel wat crypto in je leven speelt te verminderen. Probeer er minder mee bezig te zijn en er bijvoorbeeld minder. Tijd aan te besteden. In de meeste gevallen is het ook uiterst dom om risicovoller te gaan handelen naarmate je meer geld verliest. Doe altijd, ook in dit geval, goed onderzoek voordat je handelt. Lees eerst en investeer dan pas. Helemaal mee eens. Een uh, redelijk serieus onderwerp, maar super belangrijk, vooral in deze tijd. Crypto is super volatiel. Zorg ervoor dat jouw emotionele staat niet net zo volatiel is. Heb een stabiel leven. Probeer. Er verantwoord mee om te gaan. Probeer dat het niet er zo uit gaat zien in je hoofd. Of weet je, het is een serieus topic. Dus ik hoop dat het goed met jullie gaat. Gezondheid is belangrijk. Health, wealth and happiness. En dan hoop ik dat jullie een ja, hè, fijn crypto avontuur hebben verder. En dan zie ik jullie in de volgende weer.